Daar ben ik. Daar ben ik weer. Jos. En kijk eens wat ik gekregen heb. Ik heb deze kolomboor heb ik gekregen. En die is natuurlijk niet meer in allerbeste staat. Ik zal hem zo even wat beter laten zien. Want ik hoop dat ik hem weer helemaal in een goede... Kijk, dit gedeelte werkt allemaal nog wel goed. Nou ja, goed. Het loopt allemaal erg stroef. Maar het zit onder de roest. En als ik hem weer op een goede manier voor elkaar krijg... Heb ik een hele mooie toepassing ervoor. Maar ik zal het even beter laten zien wat ermee aan de hand is. Ik heb al gecontroleerd of de motor het nog doet van de boor. En die doet het nog prima. Maar zoals je kunt zien... Is het... Ja, het snoer dat zit natuurlijk is helemaal niet goed. Het zit onder de roest. En er zit hier een matrixe schaalverdeling. En aan de andere kant zit er een hoogteinstelling, bedoel ik. En deze hier, dat zijn inches die daar staan. Maar goed, wat ik nu eens ga doen, ik ga hem even uit elkaar halen. En dan is stap 1 schoonmaken en roest verwijderen. Dus ik ga hem nu helemaal uit elkaar halen voor zover dat mogelijk is. En dan kijken in hoeverre ik het helemaal roestvrij kan maken en goed gangbaar kan maken. Zodat ik daar weer een fatsoenlijke kolomboor van heb. Nou, ik heb nu de voorkant ervan afgeschroefd. Dat was niet zo moeilijk, want dat was met deze twee bouten. En ik heb hem nu open geschroefd. Want wat het natuurlijk om gaat is dat deze kabel helemaal kapot is. Dus ik ga nu even kijken hoe ik die kabel op een nieuwe manier... Die weer in kan zetten. Ja, aan de andere kant, wat erop is gevallen, is dat, kijk, die binnenkabel is natuurlijk ook helemaal niks meer. Dus misschien dat het toch een idee is, hoe zonde dat ook is. Die kabel ga ik ook nog vervangen, maar die stekker kan ik misschien nog wel hergebruiken. Nee, ook niet meer. Nou, wat ik... die kabel die gooi ik dan ook maar bij de rommel. Dat schiet dus toch niet op. Deze hou ik natuurlijk wel. Die gaat daarbij. Kijk, ze hebben gewoon... Het einde van de kabel hebben ze gesoldeerd en hebben ze oogjes aangemaakt. Nu zien we dat de originele stander is van Wolfcraft. Eerst maar even een beetje de rommel eraf. Ik denk dat ik dit maar even allemaal losdraai. Ik probeer wel zoveel mogelijk alles een beetje bij elkaar te houden zoals je ziet. Zo. Even kijken. Want waar zijn we nu aan beland? Nou, wat ik belangrijk vind is dat ik kijk... Dat is een inbus. Of we deze eraf kunnen draaien. Ja, nou dat lukt. Zo. Daar zit een schroef op. Dat lukt ook. Dan zit daar weer een moer op vast. Oké. Okay. Kan deze er ook uit? Ik denk het wel. Ja, die kan er ook uit. Even kijken of hier nu
of hier nog wat speling in zit. Even een trosje hout. Ja, dus dat, oh, die komt hier boven vanaf. Dat is mooi. Hiermee kunnen we namelijk de diepte instellen, ben ik al achter gekomen. Want dit kan niet verder. Hè? Even kijken. Nou is dit gedeelte er ook af. En dan kan ik even beter kijken hoe ik dit. Want dit loopt ook niet dat je nou zegt van ontzettend licht. Maar misschien zit er nog wel gewoon. Nee, wacht even. Misschien zit hem dat gewoon hier wel in. Dat weet ik natuurlijk niet. Die los. En die los. En dan kan die los. En dan kan die los. Wordt die dan nou makkelijker? Nou. Nee, deze moet ook verder uit elkaar zo te zien. Nou, ik weet niet of daarmee lukt. Denken. Misschien als ik er wat kruidolie bij doe, dat het dan wel goed gaat. Heeft natuurlijk even tijd nodig. Kijk. Oké, dit is de veer die ervoor zorgde dat deze in hoogte kan worden ingesteld. Kijk, dat gaan we ook allemaal goed schoonmaken. Maar die lager, die ziet er nog wel goed uit. Maar dit is natuurlijk een grote rommelpot, om het zo maar eens te zeggen. Kijk, en dat is een pen die in dat gat hoort. Alleen wat ik wilde proberen, ik moet die kop eraf zien te krijgen. En dat, normaal kom je daar, nou, laten we maar eens even kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. Zo. Even met de kruipolie even in laten werken natuurlijk. Zo. Nou, die is er ook uit. Wauw. Dus nu eerst even het grove rommel er allemaal afhalen. En dan zie je, als je goed kijkt, dat het eigenlijk wel meevalt. Ik ga de bak even opvullen met schoonmakerzijn.
of je dit nog kwijt kan. Dan moet toch even iets hoger. Dan doen we er nog één fles bij. Dan ligt die boorkop er ook bijna helemaal onder. Aluminium er net niet in, maar het ijzer helemaal wel. Dat is hier natuurlijk wel een probleem. Dan zakt hij weg, geloof ik. Ja. Nou ja, goed. Het is niet anders. Nou, laten we het even 24 uur staan. Tenminste, morgen vroeg kijk ik even verder. Kijken we even en dan zien we wel. Nou, eens kijken hoe die er nou uitziet. Ik heb hier een boormachine. Laten we eens even kijken of we die op een fatsoenlijke manier erin kunnen krijgen. Want als je kunt zien, zit die helemaal in elkaar. En je zag me bezig met dat blok hout om dat hier tussen te brengen. Maar dat is het probleem wat ik daarmee had, is dat ik die boor niet horizontaal... niet helemaal haaks in de standen kreeg. En daarom heb ik het volgende gedaan. Ik zal even kijken of ik iets beter kan laten zien. Ik heb dus deze beugels heb ik wat korter gemaakt en hier een nieuw gat in geboord. En nu sluit hij precies aan, en dat zal ik ook even laten zien. Kijk, nu sluit hij gewoon hier heel mooi aan de achterkant. Wat natuurlijk jammer is dat ik die andere boor niet... die kon gebruiken, omdat ik die kop niet los krijg. Maar nogmaals, heb je een idee hoe ik die kop wel los kan krijgen, dan hoor ik het graag. Hij functioneert prima. Op deze manier kan ik hem echt mooi omhoog en naar beneden doen, zoals je ziet. Als ik hem in de hoogste stand zet, dan zullen we eens even kijken wat het verschil is tussen deze machine... en degene die ik had. Dit is nu de hoogste stand. Hier tussen de kop en de voet heb ik nu 32,5 centimeter. En bij mijn andere boor heb ik 27 centimeter. Dus dat scheelt toch 5 centimeter. Tot aan het centrum is 12 centimeter. En bij mijn andere boor zit ik maar op 10. Dus ik heb op deze manier heb ik toch een machine weten te bouwen. Samen met een boormachine die ik over had. Zodat ik toch iets meer capaciteit heb. En daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Nou, zoals je kunt zien is het ijzerwerk ziet er allemaal weer keurig netjes uit. Het loopt allemaal weer. Mooi uitgelijnd, dat alles haaks is. Daar heb ik gewoon een boor in gezet en toen laag gezet en toen met de winkelhaak erbij. Nou, kom jij dan misschien ook wel eens wat gereedschap tegen waarvan je denkt van goh, dat is oud en dat is helemaal roestig. En daar kan ik eigenlijk helemaal niks meer mee. Nou, je ziet het. Gewoon met schoonmaker zijn kun je er best weer wat van maken. 4 dagen heb ik het in de schoonmaker zijn gehad. En het ziet er weer keurig netjes uit. Ik heb al een idee wat ik er... welke toepassing ik daarmee mee ga doen, maar daar kom ik wel op terug. Dan moet ik even kijken of dat werkt. Ik hoop dat je een beetje een leuke video vond. Vond je het een leuke video, geef dan even een duimpje. Want als je een duimpje geeft, dan word ik ook beter gevonden in YouTube. Nog niet geabonneerd, zou ik het natuurlijk fijn vinden als je dat alsnog eventjes doet. Heb je nog vragen of opmerkingen, kan dat altijd hieronder. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.